Ja, op een gegeven moment zie ik zo'n zwaailicht achter me. De Franse politie. Ja, ja. Dus ik stop en nou ja, zij dus praten tegen mij, maar ja, ik kom helemaal geen Nederlands. Ja, dat wel even. Moet ik die van mij laten zien? Ja, ja. Jij bent busje van Riesje. Hey, weet je welke Pokémon jij bent? Nosepass. Welkom bij Prime de Knop. Wij zijn de bankzitters. Dit is de knop. Dit is een soundboard dat nu wordt bestuurd door Robbie. En elke keer als wij op deze knop drukken, dan komt hier een vraag, een stelling, een filmpje, een situatie, een opdracht en die moeten wij voltooien. En dat is het eigenlijk. Een blauw duimpje. Lekker. En wij zijn de bankzitters trouwens. We zijn de bankzitters. Ja, jij bent een buschauffeur. Ik ben een buschauffeur. Dit is een mongol. Oké, eerste vraag. Ja. Hoe is? Ja. Waar is ons bier gebleven? Elke aflevering hebben wij hier lekker biertje. Ik heb hartstikke droge mond, man. We mogen maar twee biertjes hebben, wij moeten rijden zo. Hoe is het? Koens, perfect. Koens is dan zonder apostrof. Ik denk, zeg het even. Perfecte 24 uur eruit. Leuke film trouwens. Dus nee. Zeg maar, hij gaat in een gevecht met aliens en dan elke keer... Ken jij die film echt weer? Ja. Het is niet elke normaal. Keer als hij dan doodgaat, dan begint hij opnieuw. Jullie mogen alle vier een dag voor mij opschrijven en ik kies wat mijn favoriete dag is. Nou leuk, seks en geld verdienen en daarna tongen, leuk. Met mij bedoel ik dan, hè? Seks, tongen. Ja, wacht even, ja, met mij is die tongen. Maar je tongen heet nog na de seks? Ja, met mij moet je toch tongen. Maar je staat vroeg op. 8 uur word je wakker gepakt. Wacht even, daar stond even iets verkeerd. Wakker. Wakker. Wakker, ja. 9 uur, ondernemen. Ja. En dan eindtijd, net afhankelijk van hoeveel je onderneemde. Slapen. Ja. Ja. Maar niet neuken. Ja, dat is vatbaar onder het ondernemen. Van ondernemen of van boven. Perfect 24 uur, hè? Ja. Ja, ik kan hem uit mijn hoofd doen. Ik ga niet opschrijven. Okay. Ik denk, jij wordt ook lekker wakker gemaakt door iemand die dan bij je is. Wakker gemaakt. En je drinkt even een lekkere cappuccino met havermelk. Ja, lekker. Lekker een beetje pannenkoekjes met Nutella. Ja, oh, crepes met Nutella. Ja, oh ja, ja, oeh. Oh. Ja. Zo, hij is aan het bulken. Inderdaad, even lekker geld verdienen. Even lekker Try Not to Love opnemen. En dan in de avond heerlijk Golden Bull met de ouders. Oh. Zij trakteren. Oh, oh, zij trakteren. Lekker. En dan naar huis en dan weer lekker in slaap vallen. samen met iemand anders. Ja. Ik klinkt als een leuke dag. Mag? 1. Hele dag op je telefoon zitten en opnieuw wat reageren. Nou ja. En 2. Chillen met Steven de Vries, ICD Jans, Sean Debbers en ja, de rest weet ik even van niet mij. Hoe ja, heel leuk, maar ga toch voor die van Roel. Hey. Ja, wat hebben zij dan? Die van Matt is wel echt waar. Ik had seks. Bro, je bent Julia Heetman vergeten. Ja shit, ik wist dat ik iemand vergeten was. En Jultje Tieleman, man. Nee, maar dat is niet vrienden, dat is echt wel gewoon meer dan dat. Ja, meer dan dat inmiddels. Ja. Ja? Toch is het nog ongemakkelijk om over te praten, maar iedereen het al weet. Maar dus voor de kijkers misschien wel een scoop, ja. Volgende. Ik heb vanmiddag denk ik een boete gepakt. Ook iets over boetes gesproken. Ja. Vroeger woonden we dus samen en kregen we die boetes altijd binnen. Ja. Dus dan, weet ik veel, was ik gewoon lekker aan het viben op het strand. Dus dan ging hij weer, ik heb een boete. Dan ging hij filmen, dan ging hij voor iedereen zijn boetes openmaken. Ja. Ja. Ik heb dus sindsdien, ik uit Kaas de Huts ben, geen enkele boete meer gehad. Dus maar ik begon van de week zelfs te twijfelen van, misschien ligt er wel zo'n stapel met aanmaningen op dat adres waar we eerst woonden. Nee, dat kan dus niet. Dus ik ben het dus zeker niet, wil ik even zeggen. 9 maanden geen boete. Negeren wat feit dat hij zegt die aan het vibe is op het strand. Gast, what the fuck. Ik moet wel zeggen, boetes komen snel soms. Komen snel? Ja, morgen gesproken, man. Boetes komen snel. Ik heb net denk ik een boete gepakt. Nee, ik laatst werd ik even een korte anekdote. Weer een nieuw boeteverhaal? Dat is volgens mij in elke aflevering is het weer een boeteverhaal. Ik was afgelopen donderdag, had Feyenoord, dat is in ieder geval wat donderdag geleden. Toen speelde Feyenoord tegen... En er werd 3-3. En de laatste minuut, ik was helemaal gefrustreerd. Ik reed naar huis, bijna niemand op de weg. Woedend. Maar ik reed wel... Zietend. Te hard. Ja. Op een gegeven moment, net voor de TR-controle bij de A4... Junk. Zie je ineens een politieauto achter me? Ik zo. Sorry. Dus ik denk, ja, nou, dit is weer zover. Ik die hele trekkertrol en hij bleef maar achter me rijden, maar best ver. Dus op een gegeven moment dacht ik, ga nu van de weg af. Nou, toen kwam hij toch nog voor me rijden, politie volgen. En nu ben ik het haast ziek, weet je wel. Ja. Nou, dus hij stopt me zo. Je reed 170 waar je 100 mag. Dan dacht ik, hè? 170 waar ik 100 mag? Dan dacht ik, dat kan helemaal niet. Je mag 130. Dus hij zei, jawel, ben je bij de A13 in de A4 op, toen reed je 170. Dan zei ik, ja, maar vandaar mag je 130. Dan zei hij, oh ja, dat klopt wel. Ook heel raar dat ik hem dat moet vertellen, anders is van, maar alsnog rij je dan veel te hard. Dan denk ik, ja, bla bla, een heel gesprek. Zei ik van, wat gaat de schade zijn? Zei ik, nou ja, we zijn met de politie aan het staken. Dus voor deze keer zie ik hem door de vingers. En toen dacht jij? Maar stel je voor, je werd aangehouden door de douane, die waren niet aan het staken. Die heb je ook wel eens aangehouden. De marechaussee. De douane. Die heb je nooit ontvangen, toch? De marechaussee boete. Absoluut wel. Oh, ik heb wel een leuk boeteverhaal. Ik was in Parijs. Pak mijn popcorn erbij. Het is morgen. Ik pak even een biertje erbij. Oh.
Dus, ik ken de verhaal. Maar ik moest snel naar huis, omdat... ik moest gewoon snel. Ja, niet eens voor mij, maar voor iemand anders waarmee ik was. Nou, wie dan? Ja, mijn vriendin eigenlijk, dat kan ik nu gewoon zeggen. Maar, heel het eerste seizoen, alles geheim houden. Nu. Ja, die boeit het zit er gewoon nog in of zo. Ja, die boeit niet. Nee, ga je dan. Dus ik rijd wel terug, maar ik reed echt te hard. Zeg maar echt wel gewoon 80 of zo. Hard. Dus ik rijd als ook meer, want dat is echt weer lange wegen rechtdoor, weet je wel. Ja, op een gegeven moment zie ik zo'n zwaailicht achter me. Dan denk ik van, sorry. Ga ik nu hier? Nee. Police. Oh, police. Dus ik stoppen. Nou ja, zij dus praten tegen mij, maar ja, ik kon helemaal geen Nederlands. Ja, dat wel. ik kon geen Frans, zij amper Engels. Dus het was een soort heel moeilijk gesprek. Op een gegeven moment ging ik een beetje vragen van, hoe is jullie dag en zo? Maar ja. Ik dacht van, misschien ben ik dan niet mijn rijbewijs kwijt. Zeiden ze, je ne parle pas hollandais. Ja, allemaal verhalen van, Vitesse, dat is voor mijn snelheid. Dat is, dat zo. Ja, van dat geel zwarte. Ja. Great club, Gelderdom, yes. Wilfried Boni. Ja. Dus toen zei ik van, how much is gonna be? Want ik dacht, als ik vraag hoeveel het is, misschien zeggen ze wel van, als je ons nu 400 euro geeft, is het goed, weet je wel. Zeiden ze, 90 euro's. Ha! 90 euro! Perfect. 80 euro uit hard, schitterend. Dat soort gesprekken van die taalbarrières, dat vind ik altijd mooie gesprekken. Ook dat ik vroeger had ik bijvoorbeeld, nou. Echt lang geleden had ik bijvoorbeeld een Tinder date ofzo. Ja. En dan met iemand die helemaal geen Nederlands of Engels komt. Ja. Ga maar door, ik ga even bier halen. Ik vond het ook saai, dit boeit me dus echt helemaal niks. Ja, ik ben wel. Dus wel lopen loopt wel, dus schiet als je moet mee. Ja, nee, dan komen ze uit een of andere Midden-Amerika of uit Azië shit. Oh, daar. Maar wel lekker. Hey, biertjes! Mag ik hopen dat je inmiddels al klaar bent met een kutverhaal? Ja, want ik ben klaar. Okay. Ja. Gaan we door? Leuk. Ja, tuurlijk, hartstikke lekker. Lekker bro. Nou, gaan we door naar de volgende vraag. People love superheroes. People love that cozy feeling. Robin! Deze heb je ook gezien, hè? Het is een goede serie. Deze heb je zeker gezien. Ja, dit is op echt een van de leukste series op het platform. Het is gewoon een beetje anti-superheld. Hij kan niet alles gezien hebben. Het kan echt niet geloven. Oh, je deed vertellen helaas. Iemand anders vertelde dat hij leuk was. Moet voor degene rechts? Nee, doe voor degene. Ik weer over Koen. Daar kan ik alleen maar positief over zijn. Hey, goed, man. Ja. Ik heb mijn naam op basis van een filmpje wat Roel ooit op mijn kamer heeft aangezet toen we nog samen woonden. Weet je nog dat die vrouwen die hairdrop aan het geven waren? Kun je dat nog eens herinneren? Oh ja, dus jij wordt de hairdrop man en dan kun je mensen vangen in een web van haren, zeg maar. Dus jij schiet je haar naar mensen toe en dan soort Spider-Man, maar dan net anders. Goh, is wat super kinderachtig en niet grappig. Gast. Jij bent Mila. Ja, ik moest van Matt één bedenken. En ik denk echt een mooie naam voor Matt, als superheld zou de gebochelde Roemenaar zijn. En wat zou nou, als Matt zelf mag kiezen, wat zou dan echt zijn superpower zijn? Onzichtbaar worden. Ja, dat zou, hij zou niks anders willen dan gewoon ergens onzichtbaar in een hoekje zo kunnen gaan staan. Zo. Geen contact. Dat zou hij het leukst vinden, denk ik. Nou, maar hoe moet men eigenlijk dan? Gewoon met aanraking. Nee, dat is gewoon puur touch. Ja, touch. Fingerspeech ervoor. Okay. Moet ik die van mij laten zien? Ja. Jij bent busje van Riesje. Ja, mooi. Jij kan kaartjes knippen. De outfit heb je al aan. Jij kan kaartjes knippen. Raoul de Boomer. Niet zo origineel. Hij is oud als superkracht! Jij bent een creatief mastermind, joh. Ik heb, voorop heb ik balansboy. Tegenover elk verlies staat een winst. Nee, dan even te diep voor. Ja, leuke serie. Mido, we zitten in een doos. Oh ja. Nou, we hebben net al gerookt. Ik weet niet over welke keer het ging, maar... Je sleutels. Dan kan je ook je ogen dichten voor de ultieme touch, weet je wel? Het is geen plantje, net zoals vorige keer. Het klinkt hartstikke kleverig. Man, is dit voor je, joh? Het is een soort roze kots. Ja, ja. Het is best groot. Zo, het is echt groot. Een hele schaal. Ja. Zou je het blind in je mond durven te steken? Nee, dat ga ik niet doen. Dat kan wel, hoor. Ik ga nooit in mijn leven blind. Het zou best kunnen, hoor, zeggen we eerlijk. Het is wel eetbaar op zich. Moet je even niet ruiken? Saus. Mag ik ruiken? Nee, niet ruiken. Kan ik het echt in mijn mond stoppen? Ja. Je lult. Niet ruiken. Dus kibbeling. Ja! Ja! Oh, wat knap! Hey. Ik vind het zo mooi dat de vorige keer was zo'n planje zei van dat is niet leuk, je moet echt van vissen. moet deze doos nog gebruikt worden of niet? Ja. Oké, mooi. Sorry, maar ik moet even mijn handen afwegen. Sorry. Ja. Dit is toch ongelooflijk. Ja, maar ik heb toch anders, ik heb geen servetje of zo. Dit is zo leuk. Dit is wel dat filmpje die we de paar afleveringen ja, terug hadden. Dat is zo brak was. Heel spijtig aan staan, dan zet het daar. Oké, graag.
Ja, ja, okay. Wat een lekkere reet heb jij ook zeg. Kuiltje. Curaçao had een vergelijkbaar verhaal, toch? Oh, breng de bek niet open. Dat was wel. Toen hadden wij een avondje een beetje gezopen, maar helemaal niet heel veel. Toch? Gewoon een beetje gezopen. En toen de ochtend daarna werd ineens aangebeld. Echt om 10 uur 's ochtends. En ik was de enige die wakker was. Ik loop er naartoe. Dat was voor mij nog vroeger, maar... Ja, nog vroeger. 6 uur 's ochtends. Nou, ja. Ik loop er naartoe, bellen ze aan. Van, ja, mogen we op de foto? Ja, je mogen op de foto? Donderstraal. Geflikkerstraal, donder... Nou, dus ik ze weggestuurd, natuurlijk niet op de foto gegaan. Ging wat eten. Ja, ging wat eten die avond. Komen die ouders met die twee kinderen langs. En zeggen ze van, ja, ja, ze waren vandaag al vanochtend langs voor een foto. Volgens mij waren jullie een beetje brak. Hou je bek! Ja, nee, we doen zelf bepalen we niet op onze eigen huis. Jongen, flikker op bij ons huis. En ook nog, terwijl we aan het eten waren, ja. Dan een foto vragen. Nou, dat echt, oh jongen, mensen. Maar was dat diezelfde gast mensen. Die toen op dat feest bij mij, die ging elke keer achter me aanlopen. Oh, op een gegeven moment... Die wil niet op. Op een gegeven moment kreeg ik door dat hij achter me aan het lopen was. Dat van elke... Het kindje. Nee, dat was gewoon een 18 plus feest. Maar die liep toen mee naar een bar en als ik dan drinken ging halen, ging hij mee. Toevallig stond hij daar ook drinken te halen en wij liepen ook gewoon met z'n allen in een groepje. Dus dat was hij ook elke keer. Toen dacht ik op een keer, nu ga ik je even exposen. Dus ik ging naar de wc, ik loop die wc in en net dat ik voorbij dat bewaker met dat bakje met geld ben, denk ik, nu ga ik weer terug. En toen ging hij ook gewoon zo langs die bewaker was hij net. En toen ging hij ook terug, ging hij eens mee pissen. Dus toen wilde hij gewoon pissen. Zien. Ja. Jongens, ik hoor jullie allemaal zeggen, maar dan had je maar niet bekend moeten worden. Ja, goed punt. Mooie conclusie. Wow. Pokémon. Als je een Pokémon zou zijn, welke Pokémon was je dan geweest? Ik ken dat niet. Hoe ga jij weer verhaal over die Psyduck vertellen die had het hoofdpijn heeft? Nee. Voor 100 keer gehoord. Ik ben een Magnemite. Dat je een vrouw aantrekt. Nee, ik ben meer een soort god. Een soort ho-o. Een soort Arceus, weet je wel. Ik heb hier geen verstand van, welke ben ik? Jij bent... Dat is zo'n ratatata, dat heb ik laatst al gezegd. Ik vind mezelf wel een beetje een soort Eevee. Kijk, ik kan mezelf ook net aanpassen aan de situatie. Ik kan allerlei verschillende soorten kansen zeggen. Meer zo'n ditto. Dit ook. Hoepje vet. Ik ben het niet mee eens. Hoe heet die Garbodor? Hoe heet die zo? Dat is die zak Caramel? Met vuilnis. Nee, die Garbodor. Dat is die zak met vuilnis. Dat heb jij ook al een beetje. Zak met vuilnis? Jij bent Miltank trouwens. Ja, die grote koe met die uiers. Die melkkwap met die melkstrappers eraan. Zeg jij, joh. Hey, weet je welke Pokémon jij bent? Daar mag ik natuurlijk niks over zeggen. Nosepass. Die evolutie daarvan. Oh, wie heeft dit ook ooit verzonnen? Ja, mooi, Nosepass, ja prachtig. Volgende vraag, jongens. Ik heb wel, jongen. Oh, de volgende keer kunnen jullie zien in de knop. Kijk eens, kijk hem eens. Brian Mannetje is beter. Maar als jullie mochten kiezen tussen Jannie of Robert? Robert. Jannie. Ja, snap ik ook. Ik heb het korte lontje. Ja, 100%. Maar niet aan de voorkant, als ik begrijp wat ik bedoel.